We waren net in de Belgrade bij Jaap Kramer en die zei, als je met Zingen in de Zomer en met Klaas de Boer aan het werk gaat, zijn er altijd verrassingen. Dus 11 januari, we hebben Klaas de Boer zelf even opgezocht. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, over verrassingen moet je niet zoveel vertellen. Maar die hele dag is natuurlijk een hele verrassing. Het is de eerste keer dat het gebeurt. Maar altijd in december, gaat nu naar januari, toen was de start van het nieuwe jaar, samen zingen. Nou, dan hebben we van 2 tot 3 hebben we eerst een programmaatje waar, net als Zingen in de Zomer, in het kerkje aan de zee, we samen wat zingen en waar Lydia van Eck haar medewerking verleent. Nou, die heeft ook net een nieuwe cd opgenomen, dus dat is ook al een fantastische medewerker. Nou, van 3 tot 5 komt er nieuw talent op het podium. Er wordt ook een echt podium gemaakt dat de mensen voor het eerst zich kunnen laten zien. Of niet jong te zijn, maar ook oud talent zijn. Van 5 tot 7... gaan we elkaar feliciteren met het nieuwe jaar. Hapje, drankje, stukje vis is voor gezorgd. Dus hopen we elkaar te ontmoeten. En ja, dan om 19:30 dan begint de avond. En daar zullen er uiteraard een paar verrassingen in zitten. Als je daar een Gerben van de plaats hebt die goed kan orgel spelen. Want je kan met zo'n instrument heel veel. En Jaap Kramer doet dat niet vrolijk. Ze kunnen samen ook nog een klein beetje zingen, maar dat hebben ze nog nooit gedaan. Nou, misschien dat dat wel een hele verrassing zou worden op die 11 januari. Dus ik zou het echt tegen jullie willen zeggen, als je nou iets verrassend mee wil maken, toch maar vrijmaken. Zaterdag 11 januari, maak in ieder geval een deel van het programma mee. Maar de avond, zorg dat u erbij bent. Ja, talent, hè? Kan iedereen nog meedoen of is dat van de voorloop hard? Nee. Talent, dat is voor iedereen toegankelijk. Jonge mensen die graag bijvoorbeeld op een orgel willen spelen en die hebben nu de kans om een Bellenkerkorgel te spelen. We hebben ook een aantal begeleiders, dus sommigen zeggen, we willen wel graag zingen. Maar we hebben geen begeleiding, nou die heeft Zingen in de Zomer wel. En wij houden van zingen, we houden van verrassingen, we houden van een stukje enthousiasme. Dus ook voor die jonge mensen is het enthousiasme, kom gerust, geen drempels, zingen. En samen zingen is mooi hoor. Amen.